Waarom zou je een doorlopende reisverzekering sluiten en niet een eenmalige? Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Hoe vaak denk je op vakantie te gaan? Als je gemiddeld 3 keer een week op vakantie zou gaan, ja, dan ben je gewoon voordeliger uit met een doorlopende reisverzekering. Zo simpel als wat. Maar buitendien is het natuurlijk heel handig. Ga je altijd gepland op vakantie? Of heb je ook wel eens een weekend weg dat je denkt van, joh, eigenlijk had er wel wat kunnen gebeuren met je reis, met je bagage, met annulering. Ja, het is gewoon makkelijk als het voordeliger is en het is makkelijker. Waarom sluit je geen doorlopende reisverzekering? Maar als je echt maar 2 weken per jaar op vakantie gaat, ja, dan is het natuurlijk weer jammer. Sluit dan maar gewoon een eenmalige reisverzekering. Wat ik nog wel even wil vertellen, heel veel mensen zeggen van, ik doe het zonder medische kosten. Want ik ben voor medische kosten verzekerd, ik heb een ziektekostenverzekering. Ja, maar voor als je in het buitenland bent, dan biedt die wel dekking, maar tot een maximum. Namelijk tot wat er in Nederland uitgekeerd zou worden. En weten wij de tarieven van buitenlandse ziekenhuizen? Nee dus. Met name als je naar Amerika gaat, ga alsjeblieft verzeker je reis, inclusief medische kosten. Je hebt echt geen idee hoe hoog daar de kosten zijn van een ziekenhuisopname. Nou, dan ga je failliet, dat wil je helemaal niet meemaken. Dus ga je internationaal op reis. Ons advies is altijd met medische kosten verzekeren. Als je wintersportrisico mee verzekert, ja, bij vrij verzekerd is dat standaard, staat dat op ja, maar als je dat niet wil, dan haal je het weg. Waarom is dat verstandig? Nou, kijk maar eens op de pistes als je op wintersport gaat. Ja, daar komt wel eens een banaan naar beneden en erger nog, daar landt wel eens een helikopter die iemand met een gebroken been of nog erger van de piste moet halen. En dat valt onder je reisverzekering. Ook repatriëring valt onder je reisverzekering.